KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Jokke Bruis. Sjoerd Plezier. En Mona Goeman-Borgesius. Zij nemen u mee terug in de tijd, toen geluk heel gewoon was. Ik begin het zo langzamerhand wel een beetje gênant te vinden, hoor, Jaap. Gênant? Pijnlijk, ik geneer me er een beetje voor. Waarvoor? Dat ik nou alsmaar boven de was sta te doen. Het is natuurlijk hartstikke lief van zus. Maar het is toch eigenlijk te gek dat we zelf zo'n ding niet hebben? Je eigen schuld, Nelly Kooijman. Je had een prachtige houten tobbe, die heb je zelf weggegooid. 18 jaar lopen tobben met die tobbe. Daarom hoef je hem toch niet met de vadersman mee te geven? Museum Boijmans wou hem niet hebben. Mankeerde niks aan, die hele toppen niet. De bodem lag eruit. Die is nog met de hand gemaakt in 1876 door de opa van mijn opa, zijn opa. Die toppen heeft meer meegemaakt dan er in de geschiedenisboekjes geschreven staat. Dat geloof ik graag. Die toppen heeft meer ellende gezien dan jij en ik in de krant kunnen lezen. Alles heeft hij overleefd tot aan het bombardement aan toe. De helft van de Kalsingel lag plat, maar de toppen van de opa van mijn opa, zijn opa stond nog recht overeind. We moeten met onze tijd meegaan, Jaap. Het is 1963. Jij zit toch ook niet meer op de paardentram? We hebben het over mijn baan, Nel. Dat is mijn werk. Jij hebt het over het huishouden. Dat is je hobby. Gaat echt fantastisch met zo'n elektrische, hoor. Dat is echt heel gemakkelijk. Daar zijn we weer. Het wordt weer gemakkelijk. Een heel klein beetje luxe, Jaap. En wat zo'n ding niet kost. Nou, dan huren we er toch heen. Huren? Ja, bij Kop en Onderkant tegenwoordig word je dezelfde dag gehaald en gebracht. En dat kost 1,95 per keer. Gaat er geen wasmachine huren, Nel? Dan denken de mensen dat ik te gierig ben om er een te kopen. Nou, dat is toch ook zo? Ik te gierig? En wie gaan er binnenkort op vakantie naar Spanje dan? Ja, gaan we? Dat niet, maar als we zouden zijn gegaan, had je toch ook geen geld meer over gehad? Ja. Hey, Nelly, kijk jij eens eventjes heen. Heel mooi, Siem. Maar wij blijven thuis. Hé? Hey? Wat doe ik nou weer, Jacobus? Gaan jullie nou toch niet mee? Ik vrees van niet, Simon. Maar kijk dan, ja, prachtige zwemmerbond. Nieuwste van nieuwste. Nel, heb ik voor jou net zo eentje gekocht. Ik ga een beetje mijn blote lijf tussen al die vreemde mensen leggen. Durf je niet? Dat heeft niks met durven te maken, Simon. Ja, dan ga je het gewoon op je buik leggen, man. Dan is er geen mens die hem ziet. Simon. Er zijn nog veel meer van die dikke gasten zoals jou, hoor. Simon. Nee, weet je wat we doen? We gaan gewoon tussen een paar Duitsers leggen. Simon! Spanje. Om te beginnen zit je minstens 2 dagen in een bus. Ik zit het hele jaar al op de bus. Dan ben je daar. Alles draait van de olijfolie, dus je blijft op en neer lopen naar de play. En dan tot overmaat van ramp, Simon. Je kent ze niet verstaan. Die Spanjolen praten de hele dag Spanjools. Heb ik toch wat op gevonden, Jacobus. Kijk dan. Wat en hoe in het Spaans. Ja, het is voor mij eigenlijk niet nodig, want Spaans lijkt precies op Frans en dat spreek ik natuurlijk vloeibaar. Dan. Olijfolie, dat is heel erg gezond. Die spelers van Real Madrid die krijgen het allemaal toegediend via infuusen. Tijdens de training. Ze vetten er trouwens ook de bal mee in, maar daar gaat het nou niet om. En dan die bus. Dat is geen bus, dat heet een touringcar. Die hebben van die slaapstoelen erin. Dus jij valt hier in Zuid, val jij in slaap. En als je je ogen weer open doet, word je zo door een paar heerlijke senoritas je hotel ingedragen. Ja, dat zal wel. Dat zal zeker wel. Hij schat, dat gaat ieder jaar, man. Die zegt, Simon, hij zegt Spanje. Hij zegt, het is dat ik de Real niet kan missen, maar anders ging ik er wonen. Simon, dat gaat maar naar het buitenland en ze kennen haar eigen land nog geen eens. Ja, wel hoor, die gaat elke dag de Maastunnel onderdoor. Leuk nou leuk. Maar als er hier binnenkort een wasmachine in de keuken staat, heb ik in ene de Nobelprijs weer uitgevonden. Jaap, meen je dat? Dat meen ik inderdaad, Nel. Ik heb er nog eens even over nagedacht, maar ik begin het zo zachtjes aan een beetje gênant te vinden. Gênant? Pijnlijk, Simon.
Dat zij dus steeds maar boven de wasmot doen. Het is natuurlijk hartstikke lief van zus, maar het is toch eigenlijk te gek dat wij zelf zo'n ding niet hebben. Ik besteed aan die wasmachine mijn vakantiegeld. Maar Jacobus, vakantiegeld, het woord zegt het al, daar moet je van op vakantie. Nou, wat ken jou die wasmachine nou schelen, meid? Een weekje lekker in de zon, joh. En trouwens, bij zuster wasdoen is er ook veel gezelliger. Spijt me echt, zien, maar zo'n elektrische wasmachine, joh, dat doe ik mijn hele leven mee. En dat bruin is er binnen een week weer af. Niet als ik je eens meer. Simon. Zus zal blij met je zijn. Ik vertel het er zelf wel. Oh ja, hartstikke fijn. Mm. En die zwembroek, die kan je volgend jaar toch ook wel aan? Wel ja, of het jaar erop. Goedemiddag, helden van de Rotterdamse elektrische Henkie. Welkom thuis. Muchas gracias. Jongen, lijkt een George en Jimmy wel. Ja, olijfolie. Hé? Hey? Ja, iedereen die legt zich altijd daarin te smeren van die dure rotzooi. Maar ik koop altijd een fles olijfolie bij de supermercado voor 8 pesetas, 48 centen. Zo. En wat denk jij, Simon? Wij waren de bruinste van de hele playa. Was je met je hospita? Ja, tuurlijk. Zij betaalt. En hoe vind je hem? Hendrikus. In de poep gelegen, jongen. Simon. Ja, mooi. Stierenvechten, hè? Ja. Ja. En wat staat daar ook? Henk van den Berg. Henk van den Berg, ja. Heb jij stieren gevochten? Tuurlijk. Hoe ken je dat dan? Uiteraard. Was je niet bang dan? Tuurlijk niet. Hij is hospita gewend. Nee, hoe Simon, die kun je daar laten maken. Dat doen al die toeristen. Ah, wat een kinderachtig gedoe, joh. Alsof iemand daarin trapt. Voor mij nog een reden om daar niet naartoe te gaan. Gaan jullie niet dan? Nee. Nou ja, wij wel, maar hun niet. Hij heeft Nel omgekocht met een wasmachine. Meen jij dat nou? Ja, en enkel omdat hij zijn eigen te dik vindt om in een zwembroek te lopen. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Ik ben gewoon tegen het buitenland. Het legt om te beginnen veel te ver weg. Hè? Je moet er helemaal naartoe en, heel belangrijk, Hendrik, je moet ook weer helemaal terug. Ja. Hé, hey, meneer Harmsen, ik zeg net tegen Van den Berg hier, die is naar Spanje geweest. Ik zeg, joh, blijf toch lekker thuis, dan moet je nou in Spanje, daar heb je toch niks te zoeken in die flauwekul. Koeiman, España. Het erfdeel van Ferdinand van Aragon en Isabella van Castilië. Los Reyes Católicos. Die gezamenlijk in 1492 de laatste Moorse nederzetting op hun grondgebied heroverde. Te weten, Granada. De parel van Andalusia. Dat wel natuurlijk. De bakermat van zoveel superbe literatuur. Cervantes, Garcia Lorca, Tirso de Molina. Om dacht maar te zwijgen, Koeiman van de Spaanse copla. Oh, is dat een beetje wat, meneer Harmsen? Ja, de Spaanse copla? Koeiman, onovertrokken poëzie. Luister. Langs vele wegen heb ik gedraafd. Maar de weg van die nacht was het schoonst. Op een blanke merrie gezeten had ik toen nog stijgbeugels nodig. Nou, dan kun je goed paardrijden, hè, meneer RFC. En die alleraardigste gebruiken die door de eeuwen heen stand hebben weten te houden. De flamengo, de corrida de toros, de vorgpaal. Begrijp ik nog goed, Van den Berg? Van den Berg. Dat jij je aan deze Iberische nectar hebt gelaafd? Of je er geweest bent. Ja, meneer Harmsen, Costa Brava. Volgend jaar ga ik weer. Maar zo mag ik het horen. Het personeel dat zijn grenzen verlegt. Dat weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Dat weet dat Europa niet ophoudt bij de Pyreneeën. En dat is wat we nodig hebben op de bus. Vertel mij wat, meneer Harmsen. En daarvan probeer ik Simon nou al een maand lang tevergeefs te overtuigen. Ik zeg, Simon, naar Spanje, daar moeten we naartoe.
Ik zeg, Simon, we moeten onze grenzen verleggen. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar ja, dan begint hij weer van, ze gaan maar naar het buitenland. En ze kennen haar eigen land nog geen eens. Dat is werkelijk? Ja, of dat het zo'n entrij is en dat je ze niet verstaat en dat alles druipt van de olijfolie. Vriendje Stokvis, dat had ik nou nooit van jou verwacht. Ja, het blijft een putje schepper, hè, meneer Harmsen. Ja, meneer Harmsen, dat dacht ik al. Ja, jij denkt zoveel, maar Simon, wij gaan naar Spanje. Vooruit dan maar. Ja, en dan nemen jullie voor meneer Harmsen ook zo'n mooie affiche mee. Ja, koei, man. Dat zou geweldig zijn als je zoiets voor mij mee zou nemen. Oh ja, meneer Harmsen? Ja, wij kunnen zelf namelijk nooit naar Spanje. De hapjes kan niet tegen de zon, hè? Die zal meteen verbranden. Dan gaat hij toch onder een parasol zitten? Hoe kan dat nou, Koeiman? Daar zitten moeder en ik al onder. Nee, hij moet hem ophouden. Ja, ja. Maar meneer Harms, ik heb een heel goed idee. Wij nemen inderdaad voor u ook zo'n mooie affiche mee. Oh, dat zou geweldig zijn. Ja, ja, natuurlijk. En wat had u erop gehad willen hebben? Ja, zijn naam natuurlijk. Oh ja. Dat geweldig, geweldig, geweldig. Maar ik boven mijn bed. Ik zie het al helemaal voor me. Antonio Harmsen, Jesus Correspondientes Quadrillas. De picadores en mandarillos, heb je alle. Zeker weten, meneer Harmsen, zeker weten. Jongen, heb ik je in de loop van de tijd toch wel heel wat bochten zien maken. Maar deze, daar kan zelfs Sterling Moss nog een puntje aan zuigen. Wat nou? Laat me lullen, Jacobus. Jij bent nou eenmaal heel lenig van geest. Zo is dat, Simon. Ik zit er natuurlijk wel met één klein probleempje na. Wat zeggen we tegen Nel? Simon, ik heb dadelijk toch die promotie. Dan doen wij de was de deur uit. Geniaal. Voorzichtig hoor, Rudy. Denk aan de rug. Zeg dat, Nel. Zeg dat. Het zijn perfecte dingen, Nel. Ze wegen meer dan een brood. In de keuken, Rudy. Hij moet in de keuken. Zes! Zes! Ja! We hebben hem, hoor! Rudy, ga hem meteen installeren. Mag ik hem openmaken? Nee, nee, even wachten, zus. Laat Rudy dat nou doen voordat het verkeerd gaat. Zeg, Nel. Waar komt hij eigenlijk te staan? Meid, ja, ik dacht dat hij daar wel mooi zou staan. Ja, maar zit je wel met afvoer? Oh ja. Ja, bij ons staat hij midden in de kamer naast de televisie. Kan je de boel goed in de gaten houden? Meen je dat nou? Ja, ja, want het stond eerst ook in de keuken. Maar als je dan tijdens Bonanza de hele tijd heen en weer moet lopen, dan kan je daar geen touw meer aan vastknopen. Ja. Buenas tardes, amigos del Calle Oranjeboom, numero 50. Sim, fijn dat je er bent. Dan kan je Rudy even helpen met de wasmachine neerzetten. Helaas, Jonel. Muy problemas de la espaldo. De la espalda, Sim, je rug. De la espalda, hoor. Si, señor Coppernol. Podemos llevamos las sobras para el perro? Mogen wij de resten meenemen voor onze hond? Waar slaat dat nou op? Geen idee, Nel, maar het staat in het boekie. Zeg, Rudy, dat jij dat allemaal verstaat, joh. Tanja en ik gaan al jaren naar Spanje. Joh, wij gaan van het jaar voor het eerst. Ga je naartoe dan? Lorette Mar, hè, zus? Ja, hotelletje. Hartstikke leuk. Ja, we hebben er reuze veel zin in. Dat begrijp ik nog wel. Weekie lekker in de zon. Als die maar schijnt dan. Daar hoef je niet over in te zitten. Nee? Altijd mooi weer. Nou, gelukkig dan maar. Helemaal in de zomer. Oh, dus het regent er ook nog wel eens. Ja, in de winter wil het best koud zijn, hoor. Toch wel. Ah, het is tenslotte Noord-Spanje, hè? Hallo! Mijn wasmachine moet op zijn plaats. Oh ja, natuurlijk, Nel. Eens even kijken. Goedenavond. 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 Dag, Jaap. Jaap, je bent precies op tijd. We gaan hem net uitpakken. Een hypermoderne oefenkooi, man, met de centrifuge erin. Ook zien. Haal jij boven even je fototoestel. Dat jij ons fotografeert als Jaap en ik hem uit de doos halen. Nou, nou, ik denk dat er een klein kansje bestaat dat hij in de doos blijft, hoor. Hè? Zus, het elastiek van mijn zwembroek is gesprongen. Loopt de hele dag zo dat hij niet afzakt, dus... Heb je hem aangehouden, Jaap?
Je moest hem toch een huid schoon te laten zien? Man, het is toch schandalig! Nou. Ja. Koppenon. Kooiman. Wat heb een mens nodig? Van alles. Een wasmachine. Bijvoorbeeld. Ja, 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 natuurlijk. Maar de mens met al zijn gejacht en gejaag in het leven die ze eigen steeds meer drukte permitteren en geld verdienen en dergelijke dingen meer, maakt het toch ook noodzakelijk dat hij af en toe aan zijn hart denkt en zich realiseert dat hij de boog niet altijd gespannen kan houden en dat hij van tijd tot tijd toch eens de boel moet laten. Doet hij dat niet, dan loopt hij misschien wel binnen en dan houden ze bij de bank misschien de deur wel voor hem open en zeggen ze, meneer Kooiman, tot de volgende keer heel vriendelijk en de groet aan uw vrouw. Maar dan zou het toch kunnen zijn dat de volgende keer de laatste keer is en dat zijn vrouw aan zijn graf staat te wenen omdat zij veel te vroeg weduwe is geworden. En alles wat zij nodig dacht te hebben, heb zij dan wel staan in haar villa in Hilligersberg. Ze heb alles wat ze in Eindhoven aan elektriek hebben kunnen bedenken. Maar, nou is zij maar alleen, dus wat moet ze ermee? En verkopen ken ook niet, want het is allemaal tweedehands en gaan zo maar verder. Heb ik het goed, Jaap? Dat jij bedoelt dat de wasmachine niet doorgaat? We gaan naar Spanje, Nel, we gaan naar Spanje. Spijt me echt, Rudy. Misschien volgend jaar. Je wordt bedankt, Kooiman. Ook namens Tanja en de kinderen. Ja. Nou, die reis is me reuze meegevallen, hoor, zus. En eigenlijk helemaal niet moe. Ja, dat is altijd zo op de heenreis, hè. Dan heb je nog de hele vakantie voor de boeg. Maar terug, dat schijnt vreselijk tegen te vallen. Ja, daar wil ik het nou even niet over hebben. Ben nou net hier. Ja, ik voel me ook net een koningin, hoor. Met dat hotel en twee lichten en een douche op de kamer. Oh, en dan dat ontbijt, joh. Echte verse jus de rans. Maar ja, dit is natuurlijk ook het land van de sinaasappels. Dat is hun specialiteit. Veenbessen. Dat is Emma Compasquium's specialiteit. Joh. Plukte oom Tjedde altijd bij volle maan. En dan stampte hij ze drie nachten lang in de bonenvijzel. En dan kreeg je een siroop. En dat moest je dan aanlengen met taapte melk. Oh, heerlijk. Ja. Valencia, sinaasappelen, mandarijnen, tutte frutti, chocola. Oh, hemeltje lief, ik had ze wel in kunnen blijven. Hey Nel, daar achter bij die rots, we leggen een hele mooie wasmachine op de bodem. Zal ik die even voor je gaan opduiken? Ja hoor, wrijf het er maar even lekker in. Maar dat geeft niks, zus. Een mens kan in zijn leven nou eenmaal niet alles hebben. Hola. Hola? Ja, dat zeggen ze hier. Dat bedoelen ze hallo. Hola. Dat zou je weten als je je grenzen een beetje verlegt. Ja, Jacobus, sportief hoor. Hey. Ada Kok helemaal inpakken. Nee, hè? Ja, hè. Als je voor toch nog eens wat verstopt, moet je het wel beter doen. Maar ik had al gezegd dat je hem weg moest gooien. En je mooie nieuwe zwembroek dan? Die legt nog in de koffer, dan blijft die mooie nieuw. Simon, heb jij nog gedacht aan dat adviesje voor meneer Harmsen? Jazeker, Jacobus. Natuurlijk, kijk eens even. Ik heb gezegd dat het voor een cadeautje was, hè. Una presenta. Dus ze hebben het heel mooi ingepakt. Je kan het zo aan hem geven. Dankjewel, Simon. Jou ken je tenminste. Om een boodschap sturen. Dat dacht ik ook. Hé, hey, zus. De baas van de RET wil een stierenvechtersaffiche voor boven zijn bed. Ja, inderdaad, ja. En als ik daar straks bij hem binnenkom,
Dan kent hij nooit meer om me heen. Alweer? Ja, alweer, ja. Ik verleg mijn grenzen, Nel. Ik weet dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik weet dat de Pyreneeën niet ophouden bij Europa. Je moet je wel insmeren, hoor, Jaap. Hier, zonnebrandcreme. Wil je wegwezen met je cremmetje? Dit smeert ik erop. De koperen ploert moet vrij spel hebben. Ik wil terugkomen als een neger die van de berg zal niet weten wat hij ziet. Hiero, eerste klas olijfolie. Olijfolie? Ja, ja. Als je je beter op dit reisje had voorbereid, had je geweten dat je daar het snelste bruin van wordt. Je moet het wel opbouwen, hoor, Jaap. Ja, jij misschien, maar ik niet. Jij hebt een putjescheppershuid. De mijne is van asbest. Ik heb nog in Indië gevochten. Ja, wees nou niet zo eigenwijs. Dit is er speciaal voor. Nel, ik heb maar 1 week en ik wil terugkomen als Donald Jones. Ja, en met konijnenkoppen erin heet die paella Valenciana. Maar met kip is die natuurlijk ook lekker. Zeker weten, zeker weten. En hij is bijna klaar. Ja, water is bijna op. Bouillon, Henkie, bouillon. Ja, dat heb ik van die kok in dat hotel, die Pedro. Die deed de bouillon bij en dan kreeg het veel meer smaak van, man. Aten we iedere dag. Lustte Jaap dat dan? Jaap helemaal niet gegeten. Joe. Nee, de hele week op bed gelegen. Was hij ziek dan? Doodziek. Hij had jouw tip even te letterlijk genomen. Lekker leggen bakken. Als jij nog eens wat weet met je olijfolie, wees blij dat ik je niet aanklaag wegens mishandeling. Hij wel. Ik kan mijn gemak een ton smartengeld aan je kennen vragen, maar ja, ik ga nou toch goud geld verdienen. Oh, krijgen we weer promotie. Dat mag je wel zeggen, ja. Dat zou heel goed te kennen, Henkie, want dat is natuurlijk het affiche voor zijn baas. En het moet wel heel gek gaan, wil meneer Harmsen daar niet enorm voor gaan opkijken, hoor. Oh, en als ik hier eenmaal de touwtjes in handen heb, dan is het zeer de vraag of jij ooit nog op vakantie kent. Ik mag hier toch wel blijven werken, hè, meneer Kooijman? Wat nog hier? Dat. Meneer Harmsen, kan u even komen dan? Ik heb een geweldige verrassing voor u. Kooijman, je gaat het toch niet vertellen? Is het gelukt? Is het gelukt? Kooijman! Ja, meneer Harmsen, ondanks de wijze raadgevingen van de berg hier, waarvan u weet dat hij niet goed bij zijn hoofd is, en die dus nooit in aanmerking zal komen voor welke promotie dan ook, de man is trouwens een gevaar op de weg. Maar daar gaat het nou even niet om. Ik reeds op de eerste dag van mijn vakantie 3 graden brandwand had opgelopen. Heb dat mij er niet van weerhouden deze geweldige, prachtige adviesje voor u te laten maken. Oh, dan koei maar dat je dat voor me over hebt gehad. Ik zal het werkelijk nooit vergeten. Altijd al geweten dat ik op je kon rekenen. Harmsen! Astenblaf. Ja, meneer Harmsen, de dokter die zegt ook nog tegen Jaap. Die zegt, senior Kooijman, blijf nou lekker op je bed liggen. Ik zeg ook, Jaap, laat mij dat nou doen, dat adviesje, hè. Laat mij dat nou gewoon regelen. Nee hoor, hij zegt, nee, ik doe dat zelf. Zo is dat, meneer Harmsen. Als je het niet zelf doet, kom je er altijd fout in. En, ben ik dan Piet Pik uit Medeblik? Helemaal, meneer Harmsen, helemaal. Hé? Simon! Meneer Harmsen, misschien dat ik het leed enigszins kan verzachten met een heerlijk hapje paella en een mooie Penedes Reserva 1947. Doet u heel graag, beetje stap. Henkie? Ja, je koopt, dan krijg je ervan, hè? Als je een putje schepper om een boodschap stuurt. Het is weer helemaal schoon geworden, hoor. Het zal toch wel, want we hebben nog nooit zo heet gewassen. Dat het van die zonnebrandcreme zo vies wordt, hè? Nou, en wat dacht je van die olijfolie? Ja hoor, het is er helemaal uit. Wat denk jij, zus? Zou die hem volgend jaar nog aantrekken? Ja, dan komt hij nog een keer, hoor. Ja.
Ik zeg, we moeten onze grenzen verleggen. Er is meer tussen hemel en aarde. Maar ja, dan begint hij weer van dat het... ik heb geen idee. Ja, nou, jij kent hem wel, maar... Ik zeg, Simon, Spanje, daar moeten we naartoe. Ik zeg, we moeten onze grenzen verleggen, Simon. Want er is meer tussen hemel en aarde. Ja. Ja, laat ik het nog maar een keer doen. Nou, nog één keer, jongens. De laatste keer. Nou, dan begint hij weer van... Dat gaan we doen.